Yo, wat up kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch. En welkom weer terug in Mindtopia. Ik sta weer in mijn ongelooflijk mooie ingerichte woning. Waar eigenlijk nog helemaal geen spullen van Ikea zitten. Want Ikea is eventjes gesloten, dus dat is even kloten. Maar dat moet ik allemaal nog regelen. Maar in ieder geval, ik ben weer terug in Mindtopia. We gaan wat dingen regelen vandaag. En vandaag gaan we iets heel bijzonders doen. Dus even kijken hoor, waar is die 50.000? Hier zo. Want, we gaan zo meteen even een paar dingen regelen. Want sommige van jullie weten het misschien al, sommige weten van jullie misschien weten het nog niet. Als jullie de video van Dus David Craft nog niet gezien hebben. Ik ga binnenkort, ga ik de baas zijn. Haha, eigenlijk de CEO, de opzichter van de asielzoekers in Mindtopia. Hoe gaat dit werken? Ik kom binnenkort 12 invites op Mindtopia. Worden dus via Dus David Craft weggegeven. Let goed op die video van David, dan kan je misschien erbij komen. En die 12 mensen komen in een asielzoekerscentrum, AZC. Deze mensen, die komen dus in de server op een gegeven moment in de AZC. Weet je wat, ik ga er even naartoe lopen. Want dan kunnen we vast even kijken. Maar in ieder geval, die gaan daar moeten zijn in het AZC. En die gaan eventjes wonen, een weekje. En die moeten daar perfect verdrag vertonen voordat ze uiteindelijk hier mogen wonen. Zoals ook in Nederland gaat met de asielzoekers op het moment. En dus, hey Jeff! Hey Dylan. Hey, we hebben zo'n gesprek hè? Ja, dat klopt ja. Jij wilde iets voor in jouw huis hebben. Nee, het is voor de asielzoekers die binnenkort langskomen. Asielzoekers. Ja. Maar dat spreek je zo over bij, weet je, zullen we afspreken bij de gemeente, bij het buurthuis? Buurthuis. Ja, daar ben ik er over 10 minuutjes of zo, weet je? Oké, ik ga even hier nog even een IKEA tackle dingen afmaken. Ja, kom er zo aan. Yo, mazzel. Yo. Goed, in ieder geval, dat is dus Jeffrey van IKEA. Ik ga vragen bij hem of ik voor de asielzoekers allemaal kisten mag plaatsen, dat ze ook hun spulletjes kwijt kunnen, want ook zij moeten het lekker hebben en hun spulletjes kwijt kunnen. Dat is natuurlijk wel zo aardig en wel zo handig voor de asielzoekers. Maar het zijn niet asielzoekers, want ja, we snappen helemaal een serie is helemaal lullig en dat soort dingen. Maar de asielzoekers hier, dat zijn mensen die komen op de server. We moeten eerst bewijzen een week lang dat ze zich goed kunnen gedragen. Dan pas mogen ze echt op de server komen. Het zijn mensen die eigenlijk geen level krijgen. Ze zijn level 0. Ze krijgen ook geen geld. Het is alleen puur, ben jij actief? Dat is één. En kun jij je normaal gedragen? Want er zijn een paar mensen op de server die zich niet kunnen gedragen. Ze zien wel zijn video's, lopen zijn video's binnen bij iemand en dan gaan ze in je gezicht staan. Nee. Ja, daar hebben we helemaal niks aan, weet je wel. Dat soort mensen. Dus daarom de asielzoekerscentrum van David. En ik moet dat gaan beheren. Ik ga soms een leveltje omhoog. Ik word level 9. En ik moet zorgen dat ze gewoon spullen krijgen en gevoed worden. Nou, ik zal het heel snel even laten zien. Ik ga even rennen, want ik heb zo'n afspraak met Jeffrey. En als hij moet wachten, vind ik het ook niet leuk. Nou, het zijn dus kleine kamertjes. Maar in ieder geval kunnen ze hier normaal wonen. Het is groter dan de starterswoning. En ze kunnen hier met z'n... Volgens mij zijn het dus 12 woningen. 6 hier. 6, ja, 3 boven, 3 boven, 3 boven, 3 beneden. 6 woningen, 12 woningen totaal. En dan moet ik ervoor zorgen dat zij zich goed gedragen. Ik moet zorgen dat ze gekleed worden. Ik moet zorgen dat ze eten krijgen. En eigenlijk, ik moet zorgen dat ze zich niet misdragen. Dus ik moet ook voor hun een regelboekje opstellen. Maar dat ga ik nog allemaal later even aankijken wat ik voor regels ik ga doen. Maar voor nu hou ik het even hierbij. En dat wil ik even laten zien aan jullie. En ik heb zo meteen gesprek met dus IKEA voor dus inderdaad gratis kisten. Als een soort sponsorship voor die gasten. En ik heb wel een budget gekregen van David, van de gemeente, om voor ze te zorgen. Dus ik ga niet aan mijn eigen zak betalen. Maar dat kost me natuurlijk wel veel tijd. Goed, wat ga ik doen? Ik heb hier een briefje gemaakt, ook in het echt. Ta-ta-ta! En in het briefje heb ik weer dingen opgeschreven. En die ga ik ook hier even in Mindtopia schrijven. Wat moet ik halen voor die gasten? Want ze krijgen allemaal een starterspakketje. AZC'ers. Een starterspakket voor de gasten die ze krijgen. Wat krijgen ze mij? Ze krijgen allemaal om een week te overleven 20 appels om gezond te eten. 20 chickens gaan ze krijgen van mij. 20 chickens. En als laatste krijgen ze 20 bread. 20 broden. Het komt neer op 60 eten. En met 60 eten kan je best wel ver komen. Maar je kan nog niet de hele tijd gaan sprinten in de server. Maar ja, dat is ook een luxe hier om je fitheid te trainen. Het is niet dat iedereen het kan doen, want het kost gewoon veel geld. En je hebt geen geld eigenlijk asielzoeker hier in Nederland. Of in Mindtopia dus. Dus zoek het maar uit. Maar dit krijg je. Hier ga je het mee moeten doen. Daarnaast krijgen ze allemaal van mij 1 stukje kleding. En het liefst natuurlijk, wat ik ga zorgen, is de kleding, is een shirt. Ik wil voor ze allemaal een rode shirt halen, want ik ga natuurlijk de Red Light District starten. En om nou iedereen een rode shirt te laten rondlopen, is alleen maar mooi. En dat ga ik voor ze regelen. Ze krijgen binnenkort ook allemaal regels. Dus stel je voor, jij komt in Mindtopia binnenkort en jij bent een van de asielzoekers. Er komen een paar regels. Regel nummer 1 is, je mag werk voor mensen, maar je krijgt er geen geld voor. Dus ook als mensen het je aanbieden, gaan we dat niet accepteren. Als je wilt werken, mag, moet je het eerst mij aangeven. Ik ben jullie opzichter. Ik moet in de gaten houden waar jullie werken, waarom jullie werken en hoezo. Met wie? Het is vooral belangrijk, met wie ga je werken. Dat is 1.
Het tweede is, niemand mag derpen voor het Fantastic Five gebouw. Het gebeurt gewoon te vaak dat mensen gaan derpen voor het Fantastic Five gebouw. Is rete irritant, dat snappen we allemaal. Die gasten worden gewoon inderdaad aan de whitelist afgehaald. Oftewel, Mindtopia uitgezet. Dat willen we niet, daar hebben we geen zin in. Dus op die manier gaan we dat regelen. Dat inderdaad, als je gaat openkutten en de regels overtreedt, moet je helaas de server, oftewel Mindtopia, verlaten. En mag je terug naar je eigen land of stad. Dus in Mindtopia's geval. En als laatste had ik een regel. Helaas is het wel zo. Er komt voor de Mindtopianen, niet hebben dat niet, maar wel voor de asielzoekers, komt er een curfew, oftewel een avondklok. Om 10 uur moeten ze binnen zijn, want na 10 uur mogen ze niet meer op straat zijn. Het spijt me, het is heel lullig, maar ook daar moest ik me aan houden. Dus na 10 uur, 22:00, mogen er geen asielzoekers meer buiten lopen in Mindtopia. So be it, dat zijn de regels, maar er komen nog allemaal een boekje ga ik voor schrijven. Er komt allemaal een andere episode nog wel. Maar voor nu ga ik even zorgen dat ik alvast een paar dingen geregeld heb. Even kijken, ik loop nu bij het bij eigenlijk waar Jeffrey zou moeten zijn. Is Jeffrey er al? Hallo! Oh, hi. Hi. Nou, zullen we even gaan lekker zitten en meteen ter zake komen? Yes. Nou, als eerste, jij bent van IKEA. Je bent de CEO, was je? Ja, klopt. Dus je bent de baas van IKEA? Yes, sir. Oké, luister. Nou, ik weet niet of je het door had, maar er komen dus, ik zei net al tegen je, er komen dus asielzoekers hier in Mindtopia. Ja. En er komen er 12 per week, volgens mij, komen er binnen. Dat zijn er best veel. Dat zijn er best veel, ja. Ja, en mijn taak is om voor die gasten te zorgen dat ze eten krijgen en dat ze kleren krijgen en dat ze zich niet misdragen op de server. Ja, precies, oké. Maar ja, het is ook lullig om ze natuurlijk in een leeg hok te stoppen. Het is vervelend. En daarom wou ik even bij de IKEA zijn en vooral bij de CEO. Of we misschien iets, een soort sponsorship uit kon halen. Een soort van, nou, de IKEA steunt de mensen met iets, zeg maar. Sta je er een beetje voor open? Ja, ik wel hoor. Prima. Ja, je helpt de server ermee, je helpt gewoon die vluchtelingen ermee die in hun eigen land gewoon niet verder kunnen. En bij ons weer, ja, een wederopbouw kunnen opbouwen. Ja, precies, ja, daar zijn we dus mee bezig. En ik ga niet veel vragen. Kijk, bed is fucking duur, dat hoef ik allemaal niet. Ik wil gewoon heel simpel, wat eigenlijk elke inwoner van Mindtopia normaal krijgt, een kist. Gewoon een kist. Ja, dat moet gewoon te regelen zijn. Ja. Gewoon een kistje dat ze gewoon een spulletje kunnen. En ja, het zijn er dus 12. Dus ik heb 12 kistjes nodig. Die zetten we gewoon neer in dat AZC. Ik kan ze zelf ophalen. Dat komt allemaal wel goed. Regel ik een autootje voor. 12 kistjes. En dan kunnen we gewoon... dan kunnen ze tenminste hun spulletjes kwijt. Ja, dat moet te regelen zijn. Geen probleem. Dat is eigenlijk... Ja, misschien later voor iets anders. Misschien, maar daar kom ik later wel voor terug. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste voor nu. Een kist, dan kunnen ze hun spullen kwijt. Anders raken ze alles kwijt. Dat willen we allemaal niet. Die kisten zijn wel een leuk begin, zeg maar, om als sponsorship te doen. Nou, gelukkig. Dat is eigenlijk waar ik voor kwam. Want als goed is de IKEA ook dicht. Ja, IKEA is dicht. Ja, wegens verbouwingen. Dus jij hebt een vrije dag en je bent zelf bezig met IKEA Tech nu, heb ik gezien. Dus dat is wel fijn. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, dat is dan geregeld. Ik wil dat wel even bij je aanvragen. Gelukkig sta je er zo voor open. Dat vind ik hartstikke chill. Nou, mooi. Dan heb jij, als de IKEA weer open is, laat ik jou dat weten. En dan kan je die chesten komen ophalen. Ja, ik heb wel een probleem met de brievenbus. Nou, misschien weet je het al van de Fantastic Five gebouw. De brievenbus zijn nog niet open. Dan moet je eventjes als het open is, moet je het even... Of als je me aanspreekt, zoals je natuurlijk tegenkomt in de stad. Maar anders moet je even een briefje achterlaten in mijn brievenbus bij de club. Oh ja, is goed. Ja? Ja, awesome, Jeff. Dankjewel voor eigenlijk je medewerking. Want dan ga ik meteen weer door naar de food court. Daar moet ik ook nog even wat regelen. Oké, geen probleem. Oké, fijne dag. Yo, later. Later. Nou, top. Dat heb ik met Jeffrey geregeld. Chill, hij was er heel makkelijk in. Dat had ik niet verwacht. Hij was echt super chill. Van, nou ja, is goed. Is geen probleem, vol vertrouwen. Dat vind ik wel fijn dat ze me gewoon vertrouwen op in Mindtopia. Ik ben op zich wel een aardige peer. Maar natuurlijk op inbraak na. Maar voor de rest heb ik allemaal netjes dingen gedaan. En ik ga dus voor de asielzoekers zorgen. En ik zorg natuurlijk dat er spelers op mijn server komen. Die niet zich als een stel apen gedragen. En niet vervelend gaan lopen doen. Dat is belangrijk. Goed, ik ga naar de food court. Want daar moest ik dus inderdaad al die spullen gaan bestellen voor die gasten. Het is pittig veel geld. Maar dat gaan we nog even kijken. Eens even kijken. Is Laurens er? Laurens, ik zie hem. Oh. Laurens! Goeiedag. Zo, je bent er vandaag weer. Ja, dat klopt. Ja, lekker man. Ik heb je een tijdje niet gezien. Ja, dat klopt. Even andere dingen aan mijn hoofd. Even een vakantietje. Wat? Maar ik heb een vakantie ingepland. Ja, mag je best zeggen hoor. Oké. Hey, jongen, ik heb een paar vragen voor je namelijk. Oké. Ik kom niet van mijn club. Normaal gesproken, ja, daar staat hij al, deel aan nachtclub. Vandaag kom ik niet van mijn club, maar ik heb iets belangrijks, een belangrijke taak gekregen van de gemeente. Mm-hmm. Van wethouder David, om wel te verstaan, en van burgemeester Lars. Ja. Ik moet zorgen, snip je toch hoor, er komen asielzoekers hier naartoe, naar Mindtopia. Asielzoekers?
Ja, dat zijn mensen, de server, die komen hier naartoe en die gaan in de huisjes komen in een echt asielzoekerscentrum. En als ze zich goed gedragen, mogen ze blijven wonen in Mindtopia. Nou, dat is leuk. Ja, zeker leuk, maar daarvoor, die mensen moeten wel natuurlijk eten. Ze verdienen zelf hun geld en ik moet daarvoor zorgen. En ik had dus vragen aan jou, mag ik, ik ben ook gewoon eerlijk, ik had ook gewoon sowieso kunnen bestellen, maar mag ik mijn korting van de nachtclub gebruiken, dus inderdaad bij de food court, om over hun te zorgen? Oh ja, het zijn vluchtelingen en ze hebben eigenlijk niks, dus maar ik zal erover nadenken, maar denk wel, ja, dat het wel mogelijk kan zijn. Ja, ik lever het gewoon via de club in. Kun je me even uitleggen hoe het precies in zijn werking gaat, want ik heb het lang niet meer gedaan. Ja, tuurlijk. Dus je zorgt ervoor dat je een boekje geschreven hebt met alle bestellingen, met je naam. Mm-hmm. En wanneer dat je het in de hopper hebt gedaan, dan leg je ook het geld erin. Ja. Minimum 2000 euro. En dan kijk ik zo snel mogelijk eigenlijk, zelfde dag zelf al in de kist hier achter, of je een bestelling hebt geplaatst en dan kom ik dan naar je opbrengen. Oké, dat is chill. Dus je wilt ook nog echt afleveren? Ja, dat doe ik altijd. Ja, bij mij moet je het dus inderdaad ook weer afleveren even bij de nachtclub voor nu. Want of het AZC is namelijk nog niet geopend en ik heb mijn kist aan het regelen bij Jeffrey van de IKEA. Dat is wel lekker, die heeft de kist openbaar gesteld voor de asielzoekers. Dat is hartstikke fijn. Maar dan gaan we even kijken waar ik dan naartoe moet. Dan ga ik even rondkijken, want ik heb wel een soort van pakket in mijn gedachten gehad. Het zijn dus kip, 20 kip, 20 appels en 20 broodjes. Oké. Kunnen ze wel een week mee rondkomen, toch? Ja, dank u wel. Denk het wel. Dan ga ik even kijken, dan ga ik het even opschrijven. De prijzen heb ik volgens mij al opgezocht. Dus dat ga ik even allemaal bekijken. Oké, is goed. Oké, thanks voor je medewerking. Dus spreek je zo maar even. Geen probleem. Alright, dus ik ga ze even broodjes voor ze kopen. Ik ga het even opschrijven. Dus moet ik even een boekje hebben. Een boek en quill. Hup, die ga ik even weghalen. Goed, bestelling food court Dylan Rotjochi. Het volgende. Want wat ik nodig heb is per persoon 20 appels. Eens even kijken. Zo, dat moet ik even allemaal berekenen. Ik pak even een rekening. Ik heb geen zin om het aan mijn hoofd te doen. We pakken een rekenmachine. Een rekenmachine erbij. Hup. 20 appels keer 12. Want het zijn 12 mensen. Is 240. Appels. Is 240 appels. Hoppakee. Dat is 1. Dan gaan we voor de volgende. Nou, ik heb natuurlijk ook alles 240 keer nodig. Deel. We denken van na. Even kijken, 42 keer dus. Die ga ik even zo doen. Hup, 240 keer. Daarna krijg ik chicken. Chicken is 240 keer. Daarna krijg ik de derde was broodjes. Brood is 240 keer. Dan gaat het even berekenen. Want brood kost hier, even kijken, is 240 keer 106. Wel, nee, 240. Een appel was 5, hè? We gaan even zeker een vraag bij. Even kijken hoor. Laurens! Ja? Een appel, die was 5 waard, hè? Een appel, dat is. Dat is 5 euro waard, ja. 5 euro, nou, dan doen we 5 keer 240 is het volgens mij. Want dat stond volgens mij is 1200 euro's. Dus even kijken hoor. Appels, dus komt dus neer op 1200 euro. Dan gaan we voor chicken, die zijn 7, hè? Chicken is. Ja, dat 7. Is 7. Dus chicken komt neer op 1680, zie ik. 1680 euro. Zo. Dat is aardig wat geld ik investeer in die asielzoekers. Maar goed, ze moeten natuurlijk weer. Een brood is 6 euro, hè? Brood is. Even kijken, hè. Brood dat is 6 euro, ja. Brood is 1440. Nou, dan gaan we bij elkaar opbreken. Dus totaal. Wordt dan, even kijken hoor, 1200 plus 1680 plus 1440. Komt neer op 4320 eurotjes. Moet ik even feestje neerleggen voor de bestelling. Bestelling deel aan. Voor de asielzoekers. Nou, top. Dan ga ik het even bij je neerleggen. Kijk, hoeveel is het ook weer? 4320. Shit, heb jij wissel geld hier? Oh, ik heb een pinautomaat. Nice, dan ga ik even kijken hoor. Dan wil ik. Nou, mensen moesten steeds naar de bank lopen en dat is niet zo handig. 1, 2, 3, 4000. 320 was het, hè? Dan heb ik 300. En dan hebben we 2 nog voor 20. Wat ben ik aan het doen, man? Oké, goed. We gaan even naar de dingen toe. Hup, 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 hup. Dylan, nachtclub.
Nou, de bestelling is erin. Oké. Oké, dat is 4320. Dus eens even zoeken. 4000. 1, 2, 3. Oh. Jawel, het is erin. 3, 4. Oké, die zitten dus allemaal in. En dan is het 300. 1, 2, 3. 320. 1, 2. Mooi. Dan is mijn bestelling geplaatst. Oké. En dan hoor ik binnenkort weer van jou, geloof ik. Ik ga even alles weer terugstorten, want ik hou er niet van om met klein geld te lopen. Vind ik verschrikkelijk, irritant. Ja, kok. Nu zit er allemaal weer even op. Die nuggets ook. Hopsakee. Helemaal toppie. Alright. Dan zo, mooie camera aan het hoekie. In ieder geval, thanks voor je hulp weer. Geen probleem. Altijd leuk om hier te komen. Super vriendelijk. Dus, nou, dankjewel. Nou, toppie jongen. Dankjewel. Ja. Fijne dag. Fijne dag nog. Hoi. Oké, okay, goed. Dat was dus... sorry hoor, dat was Laurens hè, van de Food Court. Ik heb een bestelling gedaan, ben ik hartstikke blij mee. Bestelling is binnen gedaan en dan kom ik dus binnenkort klaar. Dus dat heb ik geregeld. Heb ik binnenkort misschien ook een gesprekje even nodig met Revé. Om korting te regelen voor die asielzoekers om kleding voor ze aan te stellen. En het is inderdaad het liefst rood. Want ik wil ze allemaal betrekken bij de Red Street. En ik doe van mijn maskertje af, want sommige mensen vinden het heel een lelijk masker. Ha, en ik ben een knappe jongen. Mm-hmm. In ieder geval ben ik dus blij daarmee. En dan ga ik ondertussen ook even kijken naar die plots. Deze drie plots worden misschien verkocht. En niet voor zo'n beetje ook. Voor 70.000 misschien per stuk. Want dan zijn ze waard. Dit gaat naar de scrapyard. Krijg ik ongeveer 20.000 voor per plot. Dus met deze ook scrappen is ongeveer 40.000 krijg ik terug. En 70, 70 plus 70 maakt samen 210.000 plus 40.000. Ik wil 250.000 gaan deze plots maar opleveren. Ik heb er wel meer van betaald. Dus ik maak een verlies op. Want ik had er in het begin veel meer van betaald. Maar dat geeft niet. Ik bedoel... Yo, let bygones be bygones. Het komt allemaal goed. En dan ga ik beginnen aan de Red Street binnenkort. Met het Light District. Want ik heb laatst het 4 plots heb ik dus gekocht bij Joris. Dat kan je op zijn kanaal nog zien van Joris. Hebben we 4 plots gekocht samen met Gijs. En binnenkort komt mijn eerste voedselwinkel daar. En het wetkantoor. Het design is af. Het moet nog allemaal betaald worden. Maar dat komt dan allemaal wel. In ieder geval mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het weer een leuke Mindtopia episode? Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Ik vind echt nog steeds heel veel steun bij Mindtopia. Hartstikke awesome. Ik haal elke keer boven de 1000 likes. Echt geweldig, jongens. Ga lekker zo door. Super tof. In ieder geval, heren, dankjewel voor het meedoen met de opname. Geen probleem. No problemo. No problemo. Dankjewel, heren. En ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat dan alles eens zien. En... Peace!